Goedenavond. Hij werd vergiftigd, gevangen gezet, gemarteld en vernederd. Maar zelfs vanuit zijn cel in een strafkamp, ver weg van Moskou, streed hij onverschrokken door tegen het regime van Poetin. Nu is hij dood. Alexei Navalny, 47 jaar. De man die deed wat maar weinigen in Rusland durven, opstaan tegen de macht. De grootste criticus van de Russische president is tijdens een wandeling onwel geworden. Zo is de officiële lezing vanuit Rusland. Maar wereldleiders zijn eensgezind in hun conclusie. Navalny is vermoord en Poetin is verantwoordelijk. Dit zijn de laatste beelden van Alexei Navalny. Gisteren verschijnt hij via een videoverbinding voor de rechter. Hij lacht en maakt zelfs nog grapjes. Eén dag later is Navalny niet meer. Volgens de gevangenis waar hij verbleef werd hij onwel en mocht een reanimatie niet meer baten. Zijn vrouw, die in Duitsland is, reageert vol ongeloof en woede. Zelf hield Navalny er al rekening mee dat de kritiek op Poetin zijn dood kon worden. In een documentaire zei hij er een paar jaar geleden dit over. En zijn aanhangers laten vandaag door heel Rusland van zich horen. Mensen leggen bloemen en treuren om de dood van Navalny. Navalny wordt ook wel omschreven als de man die door Poetin het meest werd gevreesd. Wat het Kremlin ook probeerde, Navalny liet zich de mond niet snoeren. Hij had misschien wel de gevaarlijkste baan van Rusland. Alexei Navalny was oppositieleider. De laatste jaren bracht hij door in de gevangenis, vaak ook in een isoleercel. Rusland leert de advocaat Navalny kennen bij straatprotesten. Maar later doet hij Poetin echt pijn, met onthullingen over corruptie. Dankzij Navalny's YouTube-video's kan elke Rus meevliegen over de riante villa's van Poetin en zijn vrienden. Poetin haat hem. Hij weigert zelfs Navalny's naam uit te spreken. Aan presidentsverkiezingen mag Navalny nooit meedoen vanwege een veroordeling in een showproces. Они считают меня, мою команду и тех людей, чьи взгляды я выражаю, слишком опасными для того, чтобы допустить нас в избирательную кампанию. Nooit kiest Navalny de makkelijke weg. Hij wordt om de havenklap gearresteerd en raakt bij een aanval met een schoonmaakmiddel bijna blind. Maar zijn humor blijft altijd overeind. Сегодня все как-то немножко необычно, и правда, действительно, у меня нет галстука. Het lukt niet om Navalny te intimideren. Dus grijpt het regime naar een zwaarder middel, moord. Met het zenuwgif Novichok. Navalny's pijn is hoorbaar. Maar hij overleeft. Behalve grappig is Navalny ook dapper. Na een revalidatie in Duitsland keert hij terug naar Rusland. Het land waarvan hij houdt. Я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Meteen даarna wordt hij opgepakt. Er is nog net tijd voor een snelle kus. In de rechtszaal, waar hij opnieuw wordt veroordeeld in een showproces, heeft Alexei Navalny nog een laatste boodschap voor zijn vrouw. Een hartje als afscheid.
door naar correspondent Olaf Koens op de redactie. Ja, Olaf, kunnen we ervan uitgaan dat Poetin achter de dood van zijn grootste tegenstander zit? Ja, dit soort beslissingen die worden op het allerhoogste niveau genomen. Daar twijfelt in Rusland helemaal niemand aan. En het is ook Navalny zelf die dat herhaaldelijk heeft gezegd. Als mij iets overkomt, dan is dat de verantwoordelijkheid van Vladimir Poetin. En er is hem nogal wat overkomen de afgelopen jaar. Hij is zo vaak vastgezet geweest, veroordeeld geweest. Hij is vergiftigd geweest, zoals we net ook nog zagen. En nu is hij dus dood. Vermoord, kun je beter zeggen. Ja, daar is maar één persoon verantwoordelijk voor. En dat is Vladimir Poetin. En gaat zijn dood iets teweeg brengen in Rusland, denk je, Olaf? Nou, dat zie je natuurlijk nu al. Hè. Je ziet dat Russen bloemen komen leggen. Ik verwacht dat ook misschien later vandaag of morgen in ieder geval de grote steden in Rusland mensen de straat op gaan. Dappere mensen die dan gaan protesteren. Zijn medestanders, en dat zijn er heel veel binnen en buiten Rusland, ja, die zullen zijn werk doorzetten. Die zullen doorgaan met het onderzoeken van en het blootleggen van corruptie. Maar met het wegvallen van de belangrijkste oppositieleider van Rusland vervliegt natuurlijk ook de hoop dat er iets in dat land gaat veranderen. Oké, Olaf, dankjewel. Over de hele wereld wordt geschokt en vol afschuw gereageerd op de dood van Navalny. En wereldleiders zeggen ook, Poetin is verantwoordelijk. Dit is verschrikkelijk nieuws. Dit getuigt opnieuw van de immense bruutheid van het Russische regime. Dit is een man die strijdt voor democratie, strijdt tegen corruptie. Ik houd hier Rusland verantwoordelijk voor. De Oekraïense president Zelensky was in Duitsland toen het nieuws over Navalny bekend werd. Ook de Amerikaanse president Biden is duidelijk. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen de westerse landen gaan nemen tegen Poetin. En op de Dam in Amsterdam zijn vanavond mensen samengekomen om stil te staan bij de dood van Navalny. En daar is ook verslaggever Robin van Heijften. Ja, honderden Russische Nederlanders die zijn hier vanavond samengekomen om hun verdriet te delen. Ze zijn er helemaal kapot van. Er wordt hier gesproken over Navalny als een held. Hij wordt bedankt. Er zijn mensen die borden hebben gemaakt waarop staat Poetin, moordenaar. De schok is echt enorm. We feel terrible. Like, we knew it would happen, but we hoped it wouldn't. Wij zijn Russisch, wonen heel lang in Nederland, maar we maken ons ook wel zorgen wat daar gebeurt. Wat vandaag bekend is geworden, dat is een nieuwe mijlpaal van hoe erg het daar gaat eigenlijk. Ja, dat is heel triest. Ik ben de hele dag al aan het huilen. Nu aan het lachen, copingmechanisme. Maar ik weet het niet. Met hem is het land, de enige hoop is gestorven eigenlijk. Spasiba! 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 Ja, bedankt Navalny wordt hier dus gezegd. Er worden bloemen gelegd, kaarsen aangestoken. Dat gebeurde vanavond ook in Den Haag. En het plan is om morgen om 12 uur op de Dam hier weer bij elkaar te komen van de organisatie die dit heeft georganiseerd. En dan wordt verwacht dat de opkomst nog veel groter is. Oké, Robin, dank je wel. En meer nieuws over de dood van Navalny kun je lezen bij ons online. In onze app houden we een live blog bij.